toen ik net het verhaal van meneer Van Eert hoorde, het mooie verhaal van meneer Van Eert, toen moest ik toch even denken aan mijn schoonvader. Die is in 1950 hier aangekomen op de Universiteit van Tilburg. Heeft waarschijnlijk dus ook nog les gehad van Kophagen. Is na de hand een familiebedrijf gaan runnen. Dat deden veel meer Tilburgers dan wij überhaupt denken. Hè? Dus dat moet toch eens uitgezocht worden. En toen ik 40 jaar nadat hij afstudeerde mij aandiende als de toekomstige schoonzoon, vroeg hij natuurlijk eerst, wat doe jij nou, jongen? En toen zei ik, nou meneer, ik schrijf een proefschrift over de theologische antropologie van Thomas à Kempis met een link naar het laat-middeleeuwse nominalisme. Toen zei hij, het is toch maar heel goed dat jouw toekomstige vrouw een echt vak heeft geleerd. En daar moest ik toch aan denken toen ik iemand echt, want ik hoorde bij vlagen haast mijn schoonvader praten. Maar ik sta nou wel mooi. Ik denk nou, toen hij me dat had gemeld, meid Tilburg en meid Kophagen, daar worden ze niet theologievriendelijk opgeleid. Maar ik ben er wel hoogleraar geworden. Het is toch eigenlijk heel mooi cyclisch. Toen uw verhaal, aan het vertellen was, dacht ik, wat zou ik nou, als ik een dag zou krijgen op de Jumbo Academy, hè, dit is een sollicitatie trouwens, wat zou ik ze dan zeggen, de medewerkers van de Jumbo? Als ik nou één dag zou krijgen om laat ik zeggen, de vroeg-christelijke visie op groei. Hè? Niet alleen groei van een bedrijf, want daar weten theologen helemaal niks van. Maar de groei als mens, dus een beetje waar Iris het over had. De rol van arbeid erin, als ik die zou moeten verklaren. Dus de menselijke groei en de rol van arbeid erin. Wat zou ik dan vertellen? Nou, ik wil dat in drie punten doen. En als ik u niet zie geven of drinken, dan krijgt u een vierde uit het laat-middeleeuwse nominalisme nog te goed. Maar het kan zijn dat ik dat niet haal. Ik baseer mij op eigenlijk de belangrijkste kerkvader die we hier in het Westen hebben gehad. Augustinus van Hippo. Professor van Bavel heeft een prachtig boek geschreven. Augustinus ook, de belijdenissen. Die moeten eigenlijk de volgende keer gewoon worden uitgereikt. Dus ik heb geen aandelen en ik heb ook dat boek niet geannoteerd of vertaald, maar dat is wereldliteratuur. En Augustinus ontwikkelde als het ging om arbeid en menselijke groei eigenlijk drie principes op basis van proefondervindelijk vaststellen hoe het niet moest. Dus de man heeft echt geleefd, in extreme geleefd zal ik maar zeggen. Maar dat zijn de beste kerkvaders over het algemeen. Wantrouw, de theologen die alleen maar met hun neus in de boeken hebben gezeten. 1. Augustinus, dus het eerste punt, kwam na te denken in een soort van midlife crisis. Hij was retorica leraar, hij was op een gegeven moment zijn stem kwijt en had pijn aan zijn hart. Toen hierover kwam na te denken waarom hij ongezond was geworden, toen concludeerde hij al heel snel op zijn 32e dat hij te ambitieus en te hard zich alleen maar had gericht op zijn carrière. En in die carrière had moeten doen, hij was retorica leraar, wat hij eigenlijk niet meende. Dus hij moest 4 keer per jaar de keizer van een laudatio voorzien. Nou, dat is volgens de regelen der kunst de baas vleien. Hè, dus op een hele retorisch verantwoorde wijze. Dat heeft hij 4 jaar volgehouden, want hij vond de keizer heel medioker en middelmatig. Kon hij niet zeggen. Je houdt het, dat is een praktische tip uit de kerkgeschiedenis. Je houdt het ongeveer 3 jaar vol om je baas te vleien, maar het niet te menen. Dan ga je down. Dus dat u dat maar weet. Toen dacht hij, hij stortte dus compleet in elkaar. Daar schrijft hij ook heel uitvoerig over in de belijdenissen. En toen kwam hij er dus heel snel achter, toen hij Seneca begon te lezen, Stoïcijn, dat hij precies niet had gedaan in zijn werk wat hij wel had moeten doen. En dat was de juiste maat houden. Nee, quid nimis. Hij had alleen maar, dus doe niets te veel. Hij had alleen maar zich gericht op het netwerk. Het netwerk wat hem verder kon helpen om de keizerlijk adviseur te worden. Was hij daar eenmaal aangekomen, moest hij dingen doen die hij eigenlijk niet meende. Dat was een totale vicieuze cirkel. Wat heeft hij toen met zichzelf, afronding eerste punt, afgesproken? Ik doe alles in de juiste maat per dag, want ik ben zelf zo, dat noemde hij dan ordelijk in welbevinden. Als mijn dagindeling in afwisseling is. Dus ik moet mijzelf als lichamelijk wezen, als geestelijk wezen en ook als religieus wezen, dat moet in mijn dagindeling weerspiegeld zijn. En toen concludeerde hij dat hij behalve moest spreken, na het spreken,
moest zwijgen, systematisch een uur. En na het zwijgen weer met vrienden moest verpozen. Daar schrijft hij schitterend over in het 8e boek van de belijdenissen. Maar dat is punt 1. Jij bent als werknemer, als werkgever, zo in balans als je dagindeling geeft. En aangezien je niet alleen maar van brood alleen leeft, daar kom ik zo op, is het ook zaak om in je werkzame leven te verdisconteren dat er momenten moeten zijn van rust, bezinning, stilte. En dat bracht hem tot de omarming van een tweede principe. En dat leerde hij ook. Kijk, die kerkvaders die zijn op hun best als ze heidense klassieke filosofen lezen. Hè. Als ze die principes gaan toepassen, dan worden dat hele tijdloze en geniale raden. Hij kwam er toen achter toen hij een paar jaar verder was. Hij zat gewoon te studeren in zijn studeerkamer. En hij zat eigenlijk een preek te schrijven waarin hij het voorbeeld geeft van een kameel. Dus ze hadden geen ramen, maar hij had een bibliotheek met een groot gat. En op een gegeven moment, ja, hij woonde in de woestijn daar in Noord-Afrika. Daar kwam een kameel, boem, die keek zo. En toen dacht hij, wat zie ik nou eigenlijk als ik die kameel zie? Een heel eigenwijs hoofd. Maar tegelijkertijd is het een heel dienstbaar dier. Schijnbedriegt. Nou, in de preek waar hij een kameel uitlegt, verwoordt hij ook een principe dat hij ontleent aan heidense filosofen, waarin hij dan zegt van ja, het woord negotium, hè, negotiations, onderhandelingen, activiteit, is eigenlijk een ontkenning van iets veel wezenlijkers, otium. Dus het is niet dat wij moeten gaan werken, 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 werken. En als we dan moe zijn in otio, in ledigheid, in tranquilliteit, moeten gaan uitrusten. Nee, het is precies omgekeerd, daar kwam ik toen achter. Voordat ik überhaupt ook maar één ding heb ondernomen, in negotio ben gegaan, ben gaan werken, gaan studeren, gaan ondernemen. Omdat dat een ontkenning is van iets veel eigenlijkers, otium, rust, stilte, ledigheid, sereniteit, contemplatie voor de actie, moet ik dus eigenlijk, voordat ik ook maar iets onderneem, in rust mijzelf gaan afvragen wat ik ga ondernemen als ik wil gaan ondernemen, waarom ik ga ondernemen zoals ik wil ondernemen, wie ik ga tegenkomen en wat ik voor ze kan gaan betekenen en hoe ik met ze omga. Gebruik ik ze, uti? Of ga ik hen tot hun recht laten komen, vroei? Dat doe je voordat je gaat ontkennen wat je eigenlijk bent. Of idealiter zou moeten zijn. Rust, stilte, sereniteit. Dat principe van ora et labora, bid en werk, dat heeft Benedictus, die stichter van de Benedictijnen, dat heeft niet van vreemd. Je begint dus vanuit rust, vanuit het ritme van het gebed in zo'n klooster. En van daaruit ga je handelen. Eerst otium en dan ontkennen van de rust en de stilte in negotium. Het is niet omgekeerd. Nou, dat is een bazaal principe in eigenlijk de katholieke sociale leer geworden, die Augustinus heeft uitontwikkeld. En dat volgens mij een tijdloos en geniaal en ook universeel principe is. In het jaar 400, derde punt, komt hij in confrontatie. Augustinus maakte veel ruzie met mensen. Als je overtuigd bent van je eigen kennis, kunde en gelijk, dat was hij, dan zijn anderen al vaak andersdenkend en ketters. En hij was wat dat betreft heel stellig in het behoeden van de orthodoxie, zo gezegd. En hij kwam toen in aanraking met een aantal monniken. Die zeiden, dat waren de Messalianen, dat waren monniken met baarden en lange haren, dus eigenlijk het langharig werkschuw. Nou ja, laat maar zitten. Hij kwam daarmee in aanraking en die monniken die weigerden om te werken, te laboreren. Echt gewoon pecunia, geld verdienen door handenarbeid of door het afschrijven van handschriften. Dat gebeurde ook. Monniken waren eigenlijk de computerdeskundigen van die tijd, konden schrijven. Magistraten konden dat niet. Karel de Grote kon ook eigenlijk alleen maar zijn eigen handtekening zetten, om het zo maar te zeggen. En hij komt er dan achter dat of die monniken die wilden eigenlijk niet werken, omdat ze zeiden, en dat hadden ze niet van vreemd, dat hadden ze van Plato. Ja, werken, dat is voor het volk, dat is voor de slaven, dat is voor de halfvrije. Werken doe je gewoon niet. Wij, vrije, hè, de vrije mensen, dat was 10% in
die samenleving. Het enige wat wij moeten doen is nadenken over wat nou de essentie van goedheid, waarheid en schoonheid is. Werken, handenarbeid of überhaupt arbeid om geld te verdienen, ja, dat is voor het volk. En Augustinus gaat daar radicaal tegen in, tegen die monniken, om drie redenen. 1. Hij zegt, nee, een monnik, hè, er stonden 2 bijbelcitaten lagen daar aan ten grondslag. Die monniken die zeiden, wij baseren ons op Matthäus 6, kijk nou eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en toch zijn ze mooier dan koning Salomo in al zijn pracht. Wat maken jullie je dan zorgen om de dag van morgen? Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dus die manneken die gingen gewoon heerlijk, letterlijk zitten te mindfulnessen. Rust, natuur, vogels, bloemen, et cetera. Maar Paulus, een beetje, was een ondernemer trouwens, was een tentenmaker, behalve apostel, die zei in zijn brief aan de Thessalonicenzen: wie niet werkt, zal ook niet eten. Dat is trouwens een citaat dat alle protestanten boven de Moerdijk gewoon uit hun hoofd kennen. Hè? Grote onders, echt. En dat Matthäus 6, daar heeft letterlijk ooit eens een keer een protestante ondernemer mij van, dat heb ik altijd al een verdacht verhaal gevonden. Maar goed, het staat er allebei in. Het zijn 2 tegengestelde bijbelcitaten. En Augustinus die zegt dan, kijk, de waarheid ligt in het midden. 3 redenen om dus wel te werken. Want degene die werkt is autonoom. Dus de maatschappij moet zo geordend worden dat iedereen in staat wordt gesteld om te kunnen werken. Want dan kan hij in zijn eigen brood voorzien. Dat is 1. 2. Monniken die hebben tot taak niet alleen te werken met hun handen maar en ook te bidden, maar ze hebben ook het evangelie te verkondigen. Als jij voor het verkondigen van het evangelie, jouw boodschap, afhankelijk bent van giften van anderen, ja, dan ben je niet geloofwaardig. En 3. Kijk, juist in de balans tussen het ontspannen van het denken, werken met je hoofd en het werk met je handen, daarin ligt, nou ja, de tranquilitas, de rust, de sereniteit, die in dat tweede punt eigenlijk ook al had nagestreefd. Dus juist tegen die monniken die niet wilden werken om het brood te verdienen, zeiden jullie zijn eigenlijk minder geloofwaardig, want je bent van giften afhankelijk. Je blijft niet in balans, want je werkt eigenlijk alleen maar als je bidt met je hoofd. En je bent minder autonoom. Nou, dat zijn 3 punten die eigenlijk hebben doorgewerkt in het mensbeeld dat een grondslag lag aan, laat ik zeggen, het beeld van de werkende mens in de katholiek sociale leer. Werk moet altijd voorafgaan aan, dat moet altijd worden voorafgegaan door bezinning op de drijfveren waarmee je werkt.